Welkom in de living van Friends of Sports. Welkom bij Mid-Mid. Zoals iedere week naast me Evert Winkelmans. Hij is vandaag jarig, dus we zullen hem een beetje sparen hebben. En onze special guest is Peter van den Bemt. Welkom, heren. Peter, heb jij naar Vandaag is Rood gekeken? Nee. Vermits ik zelf in het stadion zit, kijk ik niet naar die programma's. Maar ik geef toe dat ik vannacht even een klein beetje heb gekeken naar de intro. Voilà. Peter is een van die gelukkige mensen die nog in het stadion mag zijn. Zeer zeker. Om te werken. Om te werken. Ja, Evert en ik hadden zaterdag, denk ik dat het was, bij de eerste uitzending al een beetje heen en weer ge-sms'd. En ik heb me toen gezegd, spaar het op voor Mid-Mid. Dus ik wil nu wel even vragen, wilt jij beginnen of moet ik beginnen? Want wat was dat? Ja, ten eerste moeten we misschien zeggen aan de mensen dat ik eindredactie doe voor dat programma en dat ik dat van begin augustus mee heb opgestart. Omdat VTM op zoek is, en ik denk dat nu ook wel gelukt is, naar een nieuw, breder omkaderingsprogramma voor de Rode Duivels. En ik wist op voorhand dat we daar heel veel kritiek op gingen krijgen. Zeker van de, wat ik dan misschien wat negatief noem, de voetbalnerds. Dat zij zoiets hebben van, oh, hier verschiet ik van. Dit is misschien niet helemaal mijn goesting. Dat snap ik volledig. Dus dat had ik ook wel verwacht. Ik ga eerlijk zijn, we mochten er eerlijker over zijn. Ja, zeker. Ik vond geen minuut goed, hè, van de twee afleveringen niet. Ik vond zo goed als alles slecht. De intro met de Rode Duivels is in theorie, denk ik, een goed idee. In praktijk was dat tenenkrullend. De intro van daar buiten te beginnen, dan naar binnen stappen. Je hebt al zo weinig tijd. Vind ik al bijzonder raar. Dat van erop gingen we dan soms naartoe. Maar eigenlijk totaal niet gezien wat daar gebeurd was. Het was een groot geheim. De presentatie die 100 keer zegt, we doen het hier chill, we doen het hier casual. Ja, maar die het zo vaak herhaalt dat het totaal niet meer chill en casual en naturel was. En hier, iedereen 5 euro op zak voor onze pronostiek, want wij doen het cafépraat. Okay. Het was gewoon awkward. Het was storend. Je vond gewoon elk format-element slecht. Het was ook te veel. Maar het was toch niet te veel? Het was een voetbalprogramma dat laagbegaafd was en ADHD heeft, denk ik. Want alles zat erin en niks goed, vond ik. Oké. Okay. Dan gaat er puur... Kijk naar wat we over voetbal hebben gezegd en de voetbalanalyse die we gedaan hebben met Jan Mulder en Mark de Gijs. Jan Mulder wordt onderbroken in de rust. Ja, maar dat gebeurt in elk programma. Hè, ja, maar wel met dan te zeggen dat Dries op niks trok terwijl hij de beste man op het veld was. Maar dat hebben we daarna toch aangetoond met beelden dat Dries Mertens, ik weet niet hoe goed gespeeld heeft in de tweede helft. Ja, maar in de eerste helft was hem ook al... Maar we hebben toch die vrije trap laten zien waaruit die goal komt. Dus ik zag in voetbalanalyse zag ik echt het probleem niet. We hebben met Jan Mulder en Mark de Grijze twee van de sterkste mensen daarin. Waar je ook zelf al een breed gamma mee kunt doen. Die hebben hun minuten gehad. Je kunt zeggen, oké, tijdens de rust niet. Maar dat is nu eenmaal de wetmatigheid van een commerciële zender dat je veel reclame hebt. Maar daarna, na de match, hebben wij meer dan 20 minuten voetbalanalyse gedaan waarin dat wij docu geanalyseerd hebben. Mertens, De Bruyne, Batshuayi, met statistieken, Fantastische interviews worden die twee interviews genoemd. Dat zijn geen fantastische interviews, dat is een leuke gimmick. Het is anders, een voetballer op een andere manier in beeld brengen. Dat begrijp ik, maar noem dat dan al niet fantastische interviews. Ook als semantiek, dat doet heel veel. Dat is een commerciële zender. Het is onze plicht ook ergens om het publiek geëngageerd te houden. En dat doet je soms door heel veel maar mogelijke dus interview van Wouters, te gebruiken. Hij vraagt de moeilijke periode van Vertonghen onder Mourinho. De transfer naar Benfica, de rol van de familie daarin. Dat zijn letterlijk dezelfde vragen als je Geert de Vlieger of andere journalisten. Dat zijn letterlijk dezelfde vragen. Dat is een ander element. Ik heb niks tegen Julie van der Steen. En heel erg dat ze daarvoor nu zo hard wordt aangepakt. Zeer knappe vrouw. Maar ja, by the way. Maar dat rubriekje, waarom moet hij daar dan de hele tijd zitten? Laat hij toch na de match aanschuiven? Ik had trouwens een gesprekje met... Ik vond dat trouwens een heel goede reportage met Carrasco. Ik heb Carrasco nog nooit zo gezien. Zeg mij waar dat hij zo ontspannen, zo rustig in een interview heeft gezeten. Ik heb dat nog nergens zo gezien. Ja, maar dat is het ergste even. Om de discussie breder te trekken en te zeggen dat wij daar iets fout hebben gedaan, dat vind ik helemaal niet. Wij hebben geen negatieve keuze gemaakt of iets slecht gedaan. Wij hebben iets gedaan en jij mocht dat goed of slecht vinden. Dank u. We hebben een positieve keuze gemaakt. Het mini-succes dat onze podcast heeft, is dat jij, die als met je voetbalhart praat, er is maar één slachtoffer in heel de dingen en dat is de voetbalfan die een match van de Rode Duivels opzet en dit allemaal slachtoffer? Krijgt. Tuurlijk, gebreder publiek. We hebben Jan en Mark meer dan 20 minuten voetbalanalyse gegeven. We hebben voor de match de sfeer gevoeld overal. Allee, we hebben echt wel gewoon ook de voetbalfan bediend, maar sommige mensen willen dat niet meer zien, omdat ze alleen maar zien, Julie van de Steen zit daar en die geeft toe dat ze niet zoveel naar voetbal kijkt. Wat een ramp.
Dat is toch niet zo erg? Rode Duivels is er voor iedereen. We moeten dat respecteren. Ja. Ik ben blij dat ik er niets moet over zeggen. Wanneer krijgen we... Alleen wil ik wel zeggen dat niet iedereen die een normaal voetbalprogramma wil, als ik dat zo, meteen door jou als voetbalnerd moet bestempeld worden. Wij zijn voetbalnerds, ja. Maar je hebt ook de gewone voetballiefhebber, ja, die een voetbalprogramma wil, zoals een boekenliefhebber een boekenprogramma wil en een filmliefhebber een filmprogramma wil. Ik zou zeggen, zonder zijsprongen, of dat goed of slecht is iets anders. Maar het is niet omdat je dat wil, dat je dan een nerd bent. Ik maar, ben er helemaal dus, van overtuigd. Dus dat wil ik toch wel eens even recht zetten. Ik ben er helemaal van overtuigd. Niet de mensen die naar Extra Time kijken, zijn niet noodzakelijk voetbalnerds. Ik ken er veel die gewoon liefhebber zijn en er niet noodzakelijk veel van af kunnen, maar het wel interessant vinden om daar een niche discussie over te doen. Maar die werden gisteren ook bediend. Ja, dus, in mijn ogen. Dus ik heb het niet gezien. De hele wereld doet een andere kijk op de sportwereld. Daar kijken sportfreaks naar, daar kijken niet sportfreaks naar. Dat raakt een breed publiek. VVVLO, ik ben totaal geen koersfreak. Ik kijk meer naar VVVLO dan naar de koers zelf. Ja, maar die uitzending overdag. Dat zijn met gevarieerde gasten over gevarieerde onderwerpen praten. Ik vind dat altijd interessant en dat is ook voor een breder publiek. Maar... Meningen mogen verschillen, hè? Uw persoonlijke mening is gewoon dat jij dat panel en die studio niet goed genoeg vindt. Dat mogen jij en vinden. En te veel aan bod kwamen. Maar het opzet van het programma is gewoon goed. Punt. Is gewoon heel goed gemaakt. Dat het zit goed in elkaar. Het opzet zit er, maar dat is niet gelukt. Maar dat is misschien ook normaal. Het moet nog groeien ook. Kijk, als jij programma vindt dat dat niet gelukt is, dan moet jij niet kijken. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel willen kijken. Mijn rode duivels ook, hè? Ja, maar jij hebt toch kunnen genieten van die wedstrijd op een professionele manier omkaderd. We hebben heel veel voetballanden. Allee, nogmaals, ik ga niet nog eens alle argumenten opnoemen, maar dat was gewoon een goed voetbalprogramma met inderdaad een extra touch entertainment en misschien een iets andere insteek op de voetbalsport, maar dat vind ik echt niet verkeerd. Maar we spreken af. Ik kijk volgende maand is zeker terug drie van keer. Nul. Terug van nul en open vizier. Open blik, ja. Open blik, dat wil ik echt wel vragen aan de mensen. Oké. Nu genoeg over het werk. Stel voor dat we naar onze favoriete hobby gaan. De Mid-Mid podcast. Friends of Sports. Zijn jullie al wat meer fan van de Nations League? Nee. Ik vind de Nations League beter dan niet zeggen de oefenwedstrijden. Daar ben ik het wel mee eens. Maar laten we zeggen, ik ben zeker geen fan van de Nations League op dit moment. Ik vind het ronduit schandalig en een blijk van groot misprijzen voor de mentale en de fysieke gezondheid van de profvoetballer om nu per se die Nations League te willen spelen. We zijn, als ik het goed heb, ook de enige voetbalfederatie met UEFA die zijn interlands gewoon laat spelen. Ik denk dat er in de rest van de wereld weinig interlandvoetbal wordt gespeeld. Maar oké, Arnar Vidarsson was het, denk ik, heeft mij een keer verteld dat, en dat had hij dan vernomen van de IJslandse federatie, dat als de UEFA de Nations League zou schrappen, dat hen dat 200 miljoen kost. Lijkt me dan een goed argument, neem ik aan, om het maar in totaliteit te laten schrappen. Want ja, misschien hadden ze wel gewoon kunnen zeggen, deze keer geen heen en terug. Nee, of... ik heb het nu over deze editie schrappen door de specifieke omstandigheden van corona. Je hebt nu zitten voetballen met voetballers die of maanden niet gespeeld hadden, die nog niet getraind hadden, die lang hebben doorgespeeld, dat soort dingen. Dus dat is totaal onverantwoord. En de weerslag daarvan gaan we natuurlijk niet nu en volgende week of binnen een maand ondervinden, maar wel eind november of begin december. Dus nu... Op zich ben ik ook tegen de Nations League, omdat er per se ook een finale ronde moet aan gekoppeld worden. En dat is dan net op een moment dat de voetballer een keer rust zou kunnen hebben. Mm-hmm. In een onpaar jaar. En nu duwen ze dat daar dan toch nog bij. En straks komt ook nog het WK voor clubs eraan. Dus wat betreft het overladen van de kalender is dat nog maar een keer een stap erbij. En we hebben een beetje pech gehad, denk ik, met de Belgische nationale ploeg, dat we de vorige keer toch in een wat trieste poelen zaten. Mm-hmm. En nu in een iets minder trieste poelen. Maar oké, als ik dan kijk op donderdag naar Duitsland-Spanje, stonden ook veel wisselspelers bij wijze van spreken op het veld. Hè. Zonder die van Bayern München bijvoorbeeld. Dat was best wel een goede wedstrijd. Vind ik wel. Het is een beetje een wedloop, denk ik, tussen FIFA en UEFA, ja, van wie kan er de meeste interlands organiseren? En wie kan het meeste geld verdienen? Ja, ik denk vooral dat. Ja. Want ik denk dat FIFA nu wel jaloers kijkt naar hoe UEFA er toch altijd in slaagt om goede Europese competities die heel veel verdienen. Nou, FIFA heeft een plan, hè. En FIFA komt met een tegenzet, en dat weet UEFA, en daarom hebben ze een voorafname genomen en nu al snel de Nations League op poten gezet, want FIFA wil eigenlijk een overkoepelend, wederkerend WK creëren. En UEFA
ja, zit gevangen en zegt van oké, laat ons snel hier werk van maken, het geld uit de markt nemen. En jammer genoeg lukt het toen ook. Want wij kijken ernaar, er wordt gevoetbald. De sterren waren er wel voor een groot stuk. En we hebben ook Lukaku en De Bruyne bezig gezien. Dus die voetballers die treden gewoon op. Eigenlijk zouden zij echt wel een keer moeten kunnen overleggen en zeggen, we doen dat niet, we spelen niet. Maar ik weet dat dat heel moeilijk is. Ja. Welke indruk maakte de Rode Duivels? Ja, ik vind dat onwaarschijnlijk dat wij eraan gewend zijn geraakt dat die zo makkelijk wedstrijden winnen. Zeker Denemarken is echt wel nog een oké ploeg. Engeland is er niet kunnen gaan winnen. Nee, en vroeger, allez, vroeger, nog niet zo lang geleden, was Denemarken een pittige wedstrijd, 90 minuten scherp van de snee. En nu heb je nooit het moment dat wij daar in de problemen gaan komen. Dat is echt, dat blijft heel straf. Hebt u bedenkingen daarover? Of? Wel, ik vond dat twee weinig opwindende wedstrijden. Geheel in de lijn van wat we daarvan nu mogen verwachten, vind ik. Dus je kan hem dat niet kwalijk nemen. Ik vond de eerste helft gisteren gewoon slecht. Tegen de reserve van IJsland. Er zijn 15.000 mannelijke voetballers. En 5, 6, 7 van hun betere, wat dat dan voorstelt, beter, mag er geen enkele meedoen bij. De reserve van de Rode Duivels waren daar niet bij. Dus ik vond dat gewoon slecht. Maar nog eens, alle begrip daar ook voor. Maar ik vind wel dat we moeten kunnen zeggen dat het slecht was. Hè? Maar ik denk dat dat ook, denk dan ondertussen ook, mag je dat ook niet meer zeggen. Nee. Als het slecht is, dat het slecht is. Dus iedereen is het erover eens. Deze ploeg is fantastisch. Het is ongezien dat wij met een klein land een dergelijke pleiade aan wereldspelers kunnen produceren. Maar als ze slecht zijn, zijn ze wel slecht. Dus de eerste helft, het eerste kwartier, 20 minuten in Denemarken, hebben toch laten zien dat als een ploeg druk durft zetten op onze verdediging, dat er dan toch een beetje een probleem is bij het uitvoetballen. Dus dat mag je dan toch even aanstippen. Mm-hmm. En dat we dan op een bepaald moment, op het goede moment scoren, en ook nadien toch nog een hele periode eigenlijk matig zijn aan de bal, dat mogen we toch wel zeggen. Mm-hmm. En gisteren verbaast het mij eigenlijk over dat de Belgen echt op zijn Belgisch en snel begonnen te spelen toen de wedstrijd beslist was bij 3-1. En we zouden gedacht hebben, ja, nu is het helemaal voorbij. Nee, dan hebben ze nog 20 echt vrolijke minuten gehad. Dankzij De Bruyne, dankzij Mertens, die wel echt in de wedstrijd zaten. Mm-hmm. En anderen veel minder. Ik lees nu het debuut van Doku, veelbelovend. Nee. Die jongen was gewoon slecht in de eerste helft. Ja, en dat is ook niet erg. Nee, tuurlijk niet. Dus nerveus, ik zou zeggen, sympathiek. Ja. Laat er 3-4 ballen wegspringen. Is niet één keer zijn man voorbij gaan in de hele eerste helft en ook een hele periode in de tweede helft. Heeft een knappe goal gemaakt. Dus ja, dat was een tegenvaller, dat debuut. Op dat doelpunt na en nog één goede ren en een goede voorzet. Maar dat is ook niet erger dan dat. Dus geen probleem, dat is logisch. Dus die Doku komt er wel en dat is inderdaad een wissel op de toekomst. Maar ik vind wel, we moeten wel nog kunnen zeggen als het niet goed is. En nog eens, alle begrip daarvoor. En het is inderdaad veelzeggend. Het was niet goed. Het was toch nog 5-1 tegen IJsland. Daar hebben ze wel. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is de grote kwaliteit, ook in Denemarken. Als het dan voetballend veel minder is, hè, als het niet loopt. Tielemans heeft een hele poos gezocht om in de wedstrijd te komen. Nou, die was dat veel beter. Lukaku verloor heel veel duels uiteindelijk, toch? Mm-hmm. Maar is dan wel 2-3 keer beslissend. Ja, dat is ook een kwaliteit van een absoluut topteam. Dat als het moeilijk loopt, dat je toch een wedstrijd kan beslissen. Dat je die tegen die Denen, in dat moeilijke begin, je komt dan aan de overkant. Ja, toch een vrije trap. Standaard situatie. Die uitbuit hebben we te weinig gedaan in het verleden. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal positieve elementen. Oh, je vergeeft ze veel, hè? Deze Duivels. Mm-hmm. Zeker nu. Ik vind inderdaad, oké, ze starten heel laks tegen IJsland en tegen Denemarken, waar ze zeker wat met die druk hadden ze ook problemen in dat uitvoetballen. Maar je vergeeft hen dat, omdat je dan over de totale 90 minuten wel voelt dat ze dat precies wel in de hand hebben. Nee. Ze beseffen het op het veld ook, dat ze tegen IJsland slecht begonnen waren. Dat gevoel heb ik ook, het is niet de topclub die nooit mindere momenten heeft, maar ze zijn wel, en dat is misschien in vergelijking met de periode met Wilmots, veranderd. Ze kunnen wel het recht trekken over volledige 90 minuten. Ja, ze zijn natuurlijk ook 3-4 jaar ouder en matuurder dan in de periode onder Mark Wilmots, toen het toch nog alles bij elkaar een jong aanstormend elftal was. Dat wel beter had moeten doen op het EK. Maar dat het eigenlijk, gelet op de onervarenheid op het WK, vind ik nog altijd in Brazilië best goed heeft gedaan.
Dus ja, ze zijn rijpers, ze zijn allemaal late twintigers, dertigers, die het allemaal al een keer hebben meegemaakt. Het dus gaat die, ook die het wedstrijdmanagement gewoon beter beheren. Het gaat misschien ook soms te gemakkelijk, denk ik wel. Als voetballer neem je dat toch automatisch mee, dat je, dat wel, je zo ja, voelt van... Ja, je begint thuis tegen IJsland, tegen de reserve dus, zeg ik nog een keer, van IJsland, dat je dan minder scherp verdedigt, dat Bjarnason eigenlijk tot zijn grote verbazing drie keer met de bal mag wandelen tot aan de grote rechthoek. Ja, abnormaal is dat niet. Maar ik denk dus wat niet erger dan dat, maar nog een keer... Ja, je moet het wel moeten mogen zeggen. Zwaar. Maar ik denk wel moeten zeggen. Maar Alderweireld zegt dat wel waar is. Ja, uiteraard. Ja? Ja, natuurlijk. Je mag over deze duivels geen kwaad woord meer. En als ik dan sommige verslagen daarvan lees, dan denk ik, ja, die hebben waarschijnlijk met de rug naar het veld gezeten. Dus ja, vind ik zeer vreemd. Maar is dat is ook op de eindronde van een groot toernooi zo. Gaat de voetbalbond... Dus iedereen is het erover eens. Is dat dan bijvoorbeeld de voetbalbond die zegt, Peter, alsjeblieft, een beetje positiever zijn? Nee, ik weet het niet. De voetbalbond heeft mij nog niet gebeld daarover, maar ik wil maar zeggen, dat is de goede gemeente, ik zal het nu zeggen. Het zijn misschien die mensen die naar jouw programma kijken, die dat niet begrijpen, dat wij... Ja, ondanks de populariteit en de sympathie en het wereldniveau, ja, toch gewoon de analyse maken. Zoals op het WK ook. Als Roberto Martinez bij mij in de studio komt zitten na Frankrijk en zegt, we hadden gewoon vandaag pech, ja, dan vind ik dat geen correcte analyse. Die heeft hij overigens een jaar later nog een keer gemaakt. Ja, pech met een paar momenten, maar als je dan dezelfde analyse maakt, hè, met dezelfde bril wil kijken naar de wedstrijd tegen Brazilië, ja, als ik Braziliaan ben, dan zeg ik, ja, wij hadden ook pech in het begin van de wedstrijd. Maar dat mogen we dan alweer niet zeggen, want dan ben je negatief. Maar dan ben je objectief. De duivels die ik daarover spreek, die zeggen wel allemaal 50-50 die match. Als inderdaad. Als we keer spelen, winnen we die vijf keer en verliezen we die vijf keer. Wel, mijn mening is, maar dat is maar alleen maar mijn eigen mening, als je nog 10 keer dezelfde wedstrijd speelt tegen Brazilië, zou het toch kunnen dat je een keer of 7 verliest. En als je nog 10 keer die wedstrijd speelt tegen Frankrijk, zou het toch kunnen... Meer wint. Dat je meer wint. Nee. Ik denk omdat je toch... Dat we nooit hadden gewonnen. Ik denk dat je toch nooit, oké, maar... Maar daar is toch ook het score verloop. Het hoogtepunt van de Belgen was een match tegen Brazilië. En dan vergeten we nog Japan. Ja, ik denk... Waar spelers zelf zeggen... Jan Vertonghen zei het nog tegen mij. Roberto Martinez zei, we only need one goal. Wat juist is. Juist ook gebleken, we only need one goal. Maar Vertonghen zei, ja, maar hoe gingen we die maken? Ah, wel ja, op die manier. Met geluk kan dat dus, altijd. En nog een keer, het omver te geraken in een groot toernooi, heb je onderweg meeval nodig. Mm-hmm. Het allerbeste Spanje heeft ook geluk gehad op het EK tegen Kroatië. Onderweg op de wereldbeker in Zuid-Afrika. Dus elk groot team heeft onderweg ergens een klein beetje mee. Dus de Belgen ook. Ja. Dus daar is niks mis mee. Alleen moet je dat mogen benoemen. Het is ook wel jammer. We moeten het nog eens helemaal afmaken ook. Echt tot het einde. Ja, ik vind er wordt een beetje gezegd, deze generatie moet... een titel pakken om het werk af te maken. Wel, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Deze generatie kan toch geweldig geweest zijn, schitterend, absolute top, ja, en geen wereld- of Europees kampioen zijn geweest, omdat één is. Mm-hmm. En je krijgt hoeveel reële kansen heeft deze generatie. Ik zou zeggen, Frankrijk kon beter, maar daar waren ze toch nog niet top. Dus je hebt dan 18, je hebt 20... En je hebt 22. Dus de Nations League tel ik niet mee. Hè. Roberto Martinez wil graag de Nations League. Maar goed, ik neem aan dat de Rode Duivels, als zij dromen van een prijs, zal toch niet de Nations League zijn. Dus zoveel kansen krijg je niet. En je hebt tegenstanders op het allerhoogste niveau. Je hebt Duitsers en Spanjaarden, Brazilianen. Dus het is best mogelijk dat je geen Europees of geen wereldkampioen wordt. Zal dit... toch een geweldige periode zijn. Je moet je wel afvragen, welk land is zo goed als wij willen dat de Rode Duivels zijn? Dat Spanje, dat een ploeg had waarvan de helft de Champions League ook won dat jaar en zo. Allee, meerdere jaren zelfs. Dat is ongezien. Denemarken, Engeland gingen bijvoorbeeld niet winnen. En IJsland, wat Alderweireld zei in het interview ook, ja, die kwamen wel echt niet om te voetballen. Ze forceren dan wel altijd hun dingen erdoor. Maar ik ben met veel dingen eens, maar ik vind dat we in de analyse die we maken, moeten we daar ook wel zeggen... Ja. Maar goed, dat is wat grote ploegen al 100 jaar beleven. Hè? Dat kleine ploegen zich... Ik zie Frankrijk en zo toch ook vallen en moeilijkheden hebben. Zeker en vast. In mijn leven als fan weet ik wel dat dit een unieke periode is. En dan wil ik dat wel eens meemaken dat we
echt die titel binnenhalen. Ja. Want dat weet je dat maar één keer in je leven kan gebeuren. En het zal nu moeten zijn. Maar het is iets anders tussen... We gaan geen betere selectie meer hebben, vrees ik. Nee, zoals, het is iets anders tussen het graag willen. Ja, uiteraard. Ja. Maar dan de generatie Duivels daarop afrekenen, dat zou ik niet correct vinden. Eigenlijk. Nee. Zoals het WK gewonnen, nu. Het voorbije WK. Ja, dat is toch gewoon fantastisch gedaan. Kan gebeuren ook. En je hebt geweldig gespeeld tegen een sterk Brazilië. Hè? Pas op, een sterk Brazilië. Niet, Brazilië heeft een paar keer aan het toernooi deelgenomen met een matige ploeg. Nee, dit was echt een sterk Brazilië. Dus toch maar uitgeschakeld. En ja, gebotst en logisch verloren tegen een uitgekookter Frankrijk. Dat ook al... Het finale had gespeeld twee jaar eerder. Dat blijf ik ook zeggen. Ja, maar daar hebben ze veel uit. Ja, maar natuurlijk wel. En dat niet te beroerd is geweest om zich aan te passen in functie van misschien wel een intrinsiek beter elftal. Ja, laat de Belgen maar in de val. En de Fransen hebben hetzelfde. Ook in ook de finale hadden ze wel kunnen verliezen tegen Kroatië. Dat vind ik dan weer wel. Ja? Zeker het begin, de openingsfase was Kroatië. En de manier waarop ze op voorsprong kunnen komen. Ja, dat vond ik ook. Ik vond Kroatië echt... Maar we zijn wel ver van huis, maar... Ja. Toekomst van de Rode Duivels. Misschien moeten we het daarvoor hebben. Ik ben persoonlijk wel fan van Martinez. Evert, dat weet ik. Misschien is het al veranderd, maar jij bent normaal geen fan. Op het veld kan ik daar weinig van zeggen, denk ik. Ook met die 3-4-3 heeft hij risico genomen van in het begin. Dus hij heeft dat toch laten zien dat hij tactisch heel goed is. Want dan moet je ook durven om een ploeg helemaal te smeden naar zo'n tactiek. Dat is echt je wiel opleggen. Maar ik vind hem gewoon in zijn interviews en in zijn voorkomen als het gezicht van het Belgisch voetbal, vind ik hem saai. Maar dat is niet erg, hè. Entertainment. Voilà, hij moet als coach wedstrijden winnen. En tot nu toe vind ik dat hij daarin een heel goed parcours heeft gereden. Maar ik vind hem wat saai, wat grijs, ik zal het zo zeggen. Ik vind wel, in de tactische keuze en zo, heeft hij wel achteraf gezien heel vaak gelijk gekregen. En dat is vaak geluk ook, like Doku nu gisteren. Laten staan, ja, die maakt ons een goal. Voor hetzelfde maakt hij die goal niet. Dan nog vind ik dat de juiste keuze om die te laten staan. Brazilië, Lukaku linksvoor, De Bruyne op de 9, ja, dat heeft wel uitgepakt. Dus ten opzichte van Wilmots zijn we zeker vooruit gegaan. Ik denk dat wel algemeen de conclusie mag zijn. Ja, dat is waar. Dus wat het trainerschap van Roberto Martinez betreft, denk ik dat er geen opmerkingen te maken zijn. Zo eenvoudig is het. Als je die ploeg, oké. Ik kan me nog wel een paar coaches voorstellen die een resultaat kunnen halen met deze generatie. Waar. Maar wat hij zeer goed ook doet, is deze vedette managen. Zoals Vicente del Bosque dat ook deed met het grote Spanje. Was ook een soort management van een geweldig elftal dat je maar moeilijk slecht kan laten voetballen, neem ik aan. Mm-hmm. En ook zoals hij people manager ook is tijdens zo'n groot toernooi. Veel minder rigide dan Mark Wilmots dat is geweest. Dus wat dat betreft, wat wedstrijdmanagement betreft, keuzes, tactiek, wedstrijdplan en het management van die Rode Duivels, doet hij dat gewoon zeer, zeer goed. Zeer, zeer goed. En wat zijn communicatie betreft, ben ik er geen fan van. Dat is duidelijk. En dan niet zozeer omdat hij saai is, maar omdat hij voortdurend verkeerde informatie geeft. Dus daar erger ik mij blauw aan. Met opzet. Omdat hij ook één, altijd de waarheid verbloemt door een soort positivisme, wat ik zelf vermoeiend vind. Maar door ook af en toe gewoon de waarheid niet te vertellen. Zo eenvoudig is het. En ik weet dat hij de pers ziet als de vijand. Heeft hij ook letterlijk een keer gezegd. Hè? The press is the enemy. Vind ik al een vreemde ingesteldheid. Lijkt mij ook geen gezonde attitude te zijn. Ik weet wel, je komt dan uit Engeland. Maar goed, wij zijn hier toch enigszins daar anders. Daar is hij misschien iets anders geweest. Maar het ding is, als hij liegt, is het niet tegen ons. Want wij geven maar door. Maar is het tegen de fan die hij toch zo om de haverklap prijst. Wat heeft hij nou gewogen? Maar nog maar van de week Courtois. Met positieve en negatieve coronatest? In elk geval door te zeggen dat Courtois terug is afgereisd naar Madrid omdat hij als doelman met maar 3 trainingen geen 90 minuten kan spelen. Ja. Dus dat vertelt hij zonder verpinken aan toch mensen die al een tijd in het voetbal zitten. En ik vraag me af of hij dan denkt dat wij dat inderdaad ook zeggen. Ah, inderdaad, ja, dat is waar. Nee. Dus vind ik echt beneden alle pijlen. En goed, de bondscoach mag vertellen wat hij wil. En wij mogen daar dan toch minstens nog van denken wat we willen. Dus wat dat betreft vind ik het verkeerd. Maar nog eens, het allerbelangrijkste, dat doet hij natuurlijk wel zeer goed. Hij beheerst ook de kunst om van elke tegenstander een wereldploeg te maken. Maar dat hebben we nog gedaan. Dus ook dat vind ik vermoeiend, maar dat vind ik op zich niet zo erg. Maar er is nog eens een voorbeeld geweest dat hij zei, De Bruyne is onzeker. Maar goed, ondertussen reed hij weg van Tubeken. En was binnen de 5 minuten wist iedereen dat hij al lang weg was.
Ja, dat vind ik gewoon niet correct. Als op de persconferentie iets gevraagd wordt over Brendan Mechelen, en hij zegt, ja, hij gaat apart trainen. Nee, hij heeft positief getest op COVID-19. Maar dat is daar, denk ik, dat de clubs ook mee inspraak willen over hoe en wat gecommuniceerd wordt. En dat er misschien tijdrekken is. Dat hij schrik heeft om iets verkeerd te zeggen. Ja, dat tijdrekken is, ja. Want dat net de persconferentie, ja, in dat slot valt, dat ze aan het overleggen zijn of... Ik probeer ook maar te... Hoe lang duurt zo'n overleg, denk je? En als Brendan, ja, Mechelen de selectie verlaat en hij speelt niet tegen Waasland-Beveren. Dat weet iedereen. Het lijkt ook, alsof het een mededeling is die wereldschokkend is. Hè? Staatsbelang. Hebben we 500 besmettingen per dag? Dus ja, dat kan ook doen, een voetbal... Ja. Ja, dat weet ik niet of het niet... Ja. Dat hangt ervan af. Maar ik wil maar zeggen... Komen, ja, het is alsof het een soort stigmatisering is. Ik bedoel, ja, dus hij heeft een Achillespeesblessure of hij heeft COVID. Ja. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt. En het gebeurt ook met voetballers. Dus ja. Ja, heel wat besmettingen nu in het voetbal. Ik vind het altijd raar dat het, bijvoorbeeld bij de Wardouw, dat dat maar één zou geweest zijn. Ja, maar je hebt een incubatieperiode. Hè? Dus we weten dat nog niet, maar... We zullen volgende week wel zien wat de echte fallout is van de besmetting van Brendan Mechelen. Maar als het in zo'n kleedkamer natuurlijk gebeurt, is het ook logisch dat het vrij snel kan gaan. Hè? Dat is een brandversneller, zoiets. Ja. Je ziet dat op de bus van de U17... Ja, als je daar zit met een superverspreider, zoals dat wordt genoemd, ja, is het ook logisch dat in een kleedkamer sneller gaat. Wij proberen ons heel goed te houden aan de regels, maar de voetbalploeg hebben ze gezegd, je mag terug gaan voetballen. Dus ja, die mannen zitten kort bij elkaar. Het is dat ook ergens logisch dat als er daar een uitbraak is, dat het serieuzer is. Nu, het is dan gewoon wachten tot het in de NBA of in de Tour de France. Maar de NBA heeft heel veel besmettingen gehad op voorhand, hè. Tour de France vind ik een heel raar gegeven, want er zijn toch mechaniekers en verzorgers die besmet zijn, maar dan zogezegd geen enkele renner. Het kan, hè, maar ik vind het toch een beetje raar in de Tour de France. Kijk, als nu, want die, ik zou zeggen, de gevolgen van die dolle doortocht op de Peyresourde, die krijgen we pas over een dag of 7, 8 zeker, met die incubatietijd. Ja. Dus bij de volgende test op de rustdag, denk ik, volgende maandag, wordt er opnieuw getest. Als daar geen enkele renner positief test, dan zijn we er vanaf. Dan bestaat het niet meer, denk ik. Ja. Ja, goed, we gingen het over de toekomst van de Wardouwers. Ja, ja. Misschien in doel zitten we met Courtois, zitten we nog jaren goed. Hij krijgt nu ook nummer 1 van Real Madrid. Vind ik wel symbolisch zeer mooi. Ja, er waren toch veel twijfelaars in zijn Real Madrid-periode. Gaan we niet meer allemaal de mond gesnoerd. Gaan we niet meer doen. Dat is al te lang geleden, vind ik. Maar ook dat is hetzelfde verhaal. Je moet het mogen zeggen. Ik denk dat niemand twijfelt aan Courtois, of twijfelde, behalve de Spanjaarden, maar goed, dat trekken we ons niet, dat is zwart-wit. Maar hij was in die periode dat hij bekritiseerd werd, niet goed, of minder goed. Erger is het niet. Dus niet zeggen van, ja, toen werd ik... Nee, hij was toen niet goed genoeg. En nadien veel beter. En in het tweede jaar weer absolute top. Kampioenenmaker. Dus, ja, uiteraard. Ja. Mm. Ja, uiteraard. Maar ook, dat is nu nog zo'n voorbeeld van de communicatie van Roberto Martinez. Die bestaat het dus om in de krant te zeggen dat het aandeel van Eden Hazard in de titel van Real Madrid cruciaal was. Want met zijn aanwezigheid heeft hij die kleedkamer een boost gegeven. Dat kan, hè? Want die mannen zaten dus onder de grond, waren totaal verloren. Het zijn ook allemaal onervaren jongens, zoals, niks gewonnen, hè? Zoals Courtois zelf en Ramos, Benzema, Kroos, Modric. En, dus die hadden natuurlijk de aanwezigheid van Eden en Hazard nodig om zich weer goed te voelen. En om dan, en oké, heeft maar 2 matchen meegemaakt, maar nadien waren ze vertrokken. Dus met andere woorden, ze geraakten niet boven en Hazard heeft het over de top geduwd. En dan was het naar beneden, dan was het gemakkelijk om kampioen te worden. Kun je maar zeggen, ja. Ja, slagwekkend. Nee, maar ja. En ik begrijp dat je wat wil vertellen en je spelers wil beschermen, maar... Wie is onze derde doelman? Kasteels of Van Krombrugge? Ah, ja, zo, ja, ik ben een grote Van Krombrugge fan. Hè. Dat heb ik hier al elke week probeer ik dat te verdedigen. Niet alleen omdat hij fan is van KV Mechelen, maar ook gewoon omdat hij een goede doelman is. En omdat ik hem een fantastische uitstraling vind hebben. Dat is nu eens een gast. Als ze zeggen, kom een interview met Van Krombrugge, dan ga ik kijken. Ik vind dat echt gewoon een goede gast. Maar ik vind het moeilijk, Kind Kasteels. Ik ben het daarmee eens, ja. Dus, ja, inderdaad. Dus, dat is een moeilijke keuze die we wellicht niet gaan moeten maken. Want tegen dat Courtois en in tweede lijn Mignolet, want dat is voor mij toch nog altijd de nummer 2, ook met voorsprong op de nummer 3. Tegen dat die ermee stoppen, dan zal het misschien weer aan andere doelmannen zijn die daarachter komen, denk ik dan. Dat is de pech voor wie erachter komt. Maar een absolute wereldkeeper zoals Courtois is ook gewoon zeldzaam. Dus als je daar van een 10 naar een 8 gaat, dan doen we het nog altijd heel goed. Van der Voort?
Mignolet zeker een 8 is. En Van de Voort wordt van gezegd dat dat een heel groot talent is, maar ja. Ik heb van horen zeggen, heb ik ook dat sting wel bij Courtois. Dat zag zelfs de VTM-kijker, had meteen gezien hoe goed dat Courtois... Ja, dat was meteen indrukwekkend. Is niet meer teruggevallen, hè. Van bij zijn tijd bij Racing Genk bedoel je? Ja, dat was... Jaar 1, hè. Ja, dus ook, dat was onwaarschijnlijk. Daar was hij al kampioen, ja, maar op zijn 19. Dat is onwaarschijnlijk. Die testwedstrijden of tegenstander. Ja. Er zijn andere posities die De slotwedstrijd niet. De verdediging. Het volgende puntje. Compagnie is dan weg. Het gaat toch gewoon minder zijn. Ja. Enfin, alles, en wie, bijna wil... alles gaat gewoon minder zijn. Maar als je het ook dat is zoals het ongelooflijk is dat we met Compagnie, Vermalen, Vertongen, Alderweireld, eigenlijk vier centrale, zal ik zeggen, verdedigers van wereldklassen hadden. Ja. Gaat dat allemaal een beetje minder zijn? Ik denk toch niet dat we de Naier beledigen als we zeggen dat hij wellicht niet het niveau van Vincent Compagnie zal halen. Een hele goede. Dat hij vergeleken maar, ermee wordt, vind ik. Ja, maar goed, dat heeft er gewoon mee te maken omdat hij nu toevallig op die positie en dan komt in de plaats van. En, hij gaat het moeten doen, hè? Ja, maar dat is solide. Boyata is ook al wel een beetje ouder. Dus dan komen we toch uit bij Bornau en Zinho. Van Heusden, ja. Maar het zal nog moeten jij blijken. Hij op voornaambasis. Het zal nog moeten blijken welk niveau op het internationale niveau dat hij dan gaat halen. Maar het zal een beetje minder zijn. Maar daarom, nog een keer, wat heeft ook even gezegd, we gaan ook de volgende generatie niet terugvallen naar plaats 75 op de wereldranglijst. Dat gaat er niet mee gebeuren, denk ik. Maar ook omdat de Lukaku, Hazard, De Bruyne, daar zit nog wel wat in. Hè. Ik denk dat we Vertongen, Vermalen, Mertens, ja. Fellaini, Dembele, die jongens zijn al wat gestopt. Ik denk ook wel, echt algemeen gezien, denk ik, dat we gewoon ook met de jeugd professioneler en beter bezig zijn, waardoor je toch meer kans hebt dat er een goede speler doorstroomt. Dat denk ik echt. Ik denk dat het 20 jaar geleden toch anders was. Dat gevoel heb ik. Hmm. Als ik zie hoe de Anderlecht met die jeugd bezig is. Racing Genk blijft talenten afleveren. Club Brugge heeft enorm geïnvesteerd in dat jeugdcomplex. Ja, dat helpt gewoon om dan ook goede duivels te krijgen. Dat lijkt me logisch. Dus dat sterkt mijn vertrouwen wel dat we altijd gaan meedoen om op grote toernooien aanwezig te zijn. Maar en misschien dat we binnen 2 jaar spelen zoals Louis van Gaal in 2014 deed in Brazilië. Ja, en, dat een defensie kijk, volledig uit de Eredivisie had gewoon 3 wereldtoppers van voorlopen. En om ons even veronderstel nu België haalt toch geen wereld- of Europese titel, kan ik zeggen. Om de Belgen dan uit de depressie te halen, heeft Portugal zijn Europese titel ook gehaald op het moment dat het misschien over de top was. En niet meer verwacht. En het niet meer werd verwacht, want het werd verwacht in 2004 eigenlijk. Hè? Met hun gouden generatie. Mm. Het kan altijd nog. Dus Cristiano Ronaldo deed eigenlijk niet mee. Hij was een coach in de finale. In de finale, maar... Hij heeft ze wel tot daar gebracht. Nee, dat is alweer. Dat is alweer een soort blinde perceptie. Nee, de eerste wedstrijd hij heeft de wedstrijd beslist. Hij heeft in de eerste ronde... Dat was tegen Kroatië, volgens mij. Ik heb het gewoon... Dat is een doodsaaie wedstrijd met nog strafschoppen aan het einde of zoiets. Nee, hij heeft eigenlijk maar een bijrol gespeeld. Hij heeft alleen tegen... Hij was die 3-3 heeft hij... Welke ploeg was dat ook? Tegen een smurfenploeg, Hongarije of zoiets, zal ik nu zeggen, heeft hij dan een paar doelpunten gemaakt, was het Hongarije. Ja. Maar verder heeft hij een bijrol gespeeld. Zo eenvoudig is het. En zoals hij ook altijd in de Champions League finales van Real een bijrol heeft gespeeld. Behalve in de laatste. En voor alle duidelijkheid, ik ben een grote fan van Ronaldo. Maar ja, dat moeten we wel zeggen... Niet, dat blijkt ook niet. Ja, maar nee, in tegendeel. Ja, zeker wel. Ik vind dat fantastisch. En de manier waarop die elke keer opnieuw staat en de strijd aangaat met al zijn... Nee, ik ben een grote fan van Ronaldo, maar hij moet de dingen wel zeggen zoals ze zijn. Alleen de laatste finale, dat was die van hem. Oké, Sam, de beste spelers van de huidige U21 van België. De 3 beste. Ja, die effectief opgeroepen waren bij de U21. Of gewoon wel onder de 21. Dat zijn, dan Doku. Weet je waar dat we naartoe gaan. Hè? Ja, Doku, ja. Doku. Ja, Kana, als grapje zeg ik Kana. Die Mike Trezor heb ik nu de ketelaar eens gezien, maar... Ja. Schijnt, ook Anderlecht. Schijnt een geweldig talent te zijn. De ketelaar, ja. En Lokonga. Sambi Lokonga. Aster Franks. Vind ik toch ook echt wel potentieel tonen. Dus, en Lokonga moet wel gaan voetballen naar het contract dat hij gekregen heeft. Hè? Want, maar dan moet hij ook wel die kans krijgen. Hè? Wel, hij heeft veel kansen gekregen. Ja, maar nu dit seizoen... Veel kansen gekregen. Ja, er is wel een reden waarom hij er niet in staat. Hè? Ja, niet omdat ze niet willen zetten. Maar is dan de reden? Sambi Lokonga... Ik vond het een fantastisch duel op Mechelen
Tussen Sambi Lokonga, die voetbalt met Flair, wat niks mis mee is, maar als Flair niet gekoppeld gaat, of gekoppeld wordt met efficiëntie, snelheid van uitvoering en gretigheid, wat namelijk die 3 jaar jongere Aster Franks naast hem wel allemaal had, ja, dan ben je verkeerd bezig. En dan ga je op de bank zitten. Of je dan een topcontract hebt of niet. Ja, zeker en vast. Nee, niet mee eens. Luister, moest Aster Franks bij Anderlecht in de ploeg spelen, dan moet Sambi Lokonga dan op de bank gaan zitten voor Aster Franks. Maar er is op dit moment speelt een minder goede middenvelder in zijn plaats. Maar die dan blijkbaar beter presteert. Ik heb de wedstrijden van... En Sambi Lokonga was vorig jaar ook al. En dat is in de schoot van de nationale ploeg. Denken ze daar net zo over, namelijk. Ja. Wat hij in het begin wel deed. Ik herinner me nog eens een invalbeurt van Sambi Lokonga tegen Standard. Dat ik dacht, wow, formidabel. Dat snel. Ja, het zou kunnen. Dat ik, ah ja. Maar heel veel wedstrijden waren... En denk ik, tik hem nog net even weg op het... Ah, nee. Dus die jongen moet weer gerecadreerd worden. Echt waar. Mm-hmm. Nee, maar daar ben ik mee eens. Dus zijn grote potentie gebruiken. Ik heb vorig jaar gezegd, toen hij zo goed bezig was, hij moet, als hij echt zo goed is, als ze zeggen, moet hij zijn wil kunnen opleggen, moet hij wedstrijden kunnen beslissen, want dat kon hij ook niet. Hij verloor zijn ballen niet, maar hij leed anders ook niet. Dat is dan een groeiproces. Oké, dat komt dan later. Ja, maar dat team was redelijk snel. Die had zijn ondergrens die laag was, maar die won wel ook al wedstrijden voor Anderlecht. Ja, veel sneller. Ander profiel natuurlijk. Ja. Ja, iemand die mij ook opviel was Verscharen. Vond ik gisteren wel goed invallen. Ja. Dan zie je toch, en dat hij bij zijn vorige invalbeurt ook, zo tussen goede voetballers. Als ik hem bezig zag bij Anderlecht, dan denk ik altijd, het is precies net te weinig, of misschien verwachten we er te veel van. En dan daar toch. Het is natuurlijk het probleem met jonge voetballers die geweldig hoog binnenkomen. En die dan nadien, logisch, een beetje minder gaan presteren. En als het elftal draait dan niet, hè, wat bij Anderlecht toch al heel lang het geval is. Ja, dat is natuurlijk niet in het voordeel van de jonge spelers. En te veel ineens. Oké, we hebben al die clichés al eens boven gehad, maar het is wel de realiteit. Al die jonge mannen moeten presteren in een veel te jong, onervaren elftal. Zonder jongens rond zich die hen vooruit stuwen. Ik zou nu zeggen, de jonge Vincent Kompany, ja, die was wel omringd door, als ik het goed heb, de Boek en Tien en dat soort mannen exact. Die veel minder goed waren dan Kompany, maar dan wel op een of andere manier toch een soort coaching en sturing hadden voor de jonge, onervaren Kompany. En dat is natuurlijk wat die jongens op dit moment een beetje missen. Maar Verscharen komt weer boven water, Sambi Lokonga overigens ook. Maar ja. Zijn we iemand vergeten dan? Een jonge Belg? Ja, zullen er sowieso vergeten, want er zijn er ook weer veel toch weer uitgezworven naar het buitenland. Hè. Svilar staat nu toch weer in de ploeg bij de U21. Dat zijn mannen die we soms vergeten, maar die zijn er wel. Hè. Dus dat is ook die wel... nog altijd onder 21 is. Ja, voilà. Er zijn er nog, hè, die snel naar het buitenland zijn getrokken. Misschien komt er daar ook nog iets door. Dus ze zijn gewonnen van Duitsland, 2 keer zelfs. Mm-hmm. Dus ja, sorry, dat zal toch altijd wel een knappe prestatie zijn. Ik heb de wedstrijd niet gezien, hè, maar en die Mike Trezor Ndayishimiye, als ik goed ben, die maakte vorig jaar echt indruk in de eredivisie. Daar spraken ze toch ook al van naar een topclub te transfereren. Nu doet hij het bij de U21 ook een voortrekkersrol. Ja, het zijn misschien geen allemaal de Bruynes en Hazards, maar talent dat is kan niet ons voordeel zijn, zoals we daarnet bespraken. Dat kan misschien niet ons voordeel zijn als we net dat tikkeltje minder goed zijn en meer op de verrassing gaan kunnen spelen. Ik vind het ook gewoon leuk dat zo'n gasten eraan komen. Dat is altijd wel leuk. Zo van, zo'n docu. Ik was echt blij dat hij in de basis stond. Dus. Wat jij maar afgaat? Ik denk dat Martinez sowieso wist van dat die wedstrijd 9 kansen op 10 was die binnen, zelfs bij 2-1. En dan snap ik wel dat hij die laat staan. Ook omdat hij Eden Hazard niet wou brengen. Hij had misschien Trossard kunnen brengen. Dat is waar. Die is al kwaad of teleurgesteld geweest en dat hij niet veel gespeeld heeft. Maar nee, ik had hem niet vervangen, denk ik. Maar het is inderdaad, als het de kwartfinale van het EK is, ja, tegen Frankrijk gaat hij waarschijnlijk niet meer uit de kleedkamer komen. En nu wel, maar ook dat past in het goede people management van Roberto Martinez. Die denkt van dat kan hier tegen IJsland, met of zonder Doku gaan we er toch nog een paar bij maken. Dus dat is dan weer goed bekeken, want anders gaat die jongen met een slecht gevoel naar huis. En nu met een zeer goed, uiteindelijk. Dat interview. Dus dat is prima gedaan. Oh, lekker toch? Ik ben nu al fan. Dat zegt toch veel. Dat is gevaarlijk, ik weet het. Dat is gevaarlijk als journalist, als ik mij nog altijd nog voetbaljournalist mag noemen, Sam. Zeker niet, maar ga verder. Maar ik kan zo instant fan worden van een speler door van die dingetjes. En bij Doku dan heb ik dat ook. Voetbalfan. Ja. Dat is... Hoe dat hij daar komt staan voor die camera, die lach, die teleurstelling ook bij die slechte controles. De juiste analyse, net na ja, de match. Ja, daar zit weer zoiets in van, dit is gewoon echt een goede gast. Die speelt geen spelletjes, die is gewoon zichzelf op dat veld. Daar ben ik direct van. Ik heb nog één vraag die ik me gisteren stelde bij de Rode Duivels. Gaat Van Aken niet ooit spijt hebben?
Van? Ja, bij Anderlecht is het geweten, dat is 2-3 jaar en dan is het de bedoeling dat je verkocht wordt en de carrière maakt in het buitenland. Zo, ja, ja. Gaat hij niet binnen 10 jaar terugkijken en zijn gaan ingehaald zijn door veel jongens? Want speelt Van Aken bijvoorbeeld bij Leicester in de basis? Een goeie Van Aken, hè? Dat denk ik niet. Nee? Ik hoor van zijn collega Rode Duivels wel altijd... Ik zou hem toch graag in mijn ploeg hebben, want hij heeft wel iets uitzonderlijks. Hij mist snelheid en zo, dat weten we, maar... Zo nooit proberen, vind ik. Ja, maar alleen straalt hij uit. Dus ik ga niet zeggen dat het zo niet is, want dat kan... Maar straalt hij dat te weinig uit, dat hij dat allemaal wil? En ik denk dat Van Aken precies doet wat hij wil doen en de keuzes maakt die hij wil maken. En voor hem is dat een langere verblijf bij Club Brugge in eigen land, in zijn vertrouwde omgeving, waar hij in principe altijd een van de beste of de beste van de competities en waar hij voor de prijzen speelt en waar hij Champions League speelt. En dat is ook een mooie carrièrekeuze. Dus ik zou zeggen, bij Club Brugge nu, of in de Belgische competitie, dat is toch anders dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld. Ook internationaal. Dus of hij daar achteraf spijt van gaat hebben, dat denk ik niet. Wordt toch altijd gezegd dat zijn fysieke testen ook wel uitzonderlijk goed zijn, dat hij enorm veel kilometers aflegt. Dus ik denk dat hij misschien dat op die basis, op die merites, wel een internationale competitie kan beogen. Maar ik vind het ergens ook weer heel leuk dat hij gaat voor een carrière als Keulemans, Van der Elst, Gert Verheyen. Het is weer toevallig allemaal Bruggeman dat ik hier opnoem, maar gewoon zo, ja. Iemand die gewoon blijft waar hij zich goed voelt, waar hij zich thuis voelt, daar probeert zoveel mogelijk prijzen te winnen en echt een boegbeeld kan worden van zo'n ploeg. Je zou eens moeten kijken in de Champions League. Of Hans Van Aken in de Champions League tegen sterke tegenstanders al eens absoluut top is geweest, zoals dat in Belgische wedstrijden een keer kan zijn. Ik ga ervan uit, door de vraag zo te stellen, dat het antwoord nee is. Nee, ik zou ze allemaal hebben eerst zo de geest moeten halen, maar ik zou durven denken van niet. Oké, in Monaco bijvoorbeeld, maar ja, goed, dat was de hekkensluiter in Frankrijk, dus ja. Maar hij kan de stap zetten en dan... Maar jij bedoelt dat hij bij de Rode Duivels zich niet kan profileren, omdat hij dat profiel heeft. Dat Martínez dan eerder zegt, oké, laat ons dan direct een jongere gast een kans geven die het potentieel heeft om daarboven te groeien en wel in het buitenland gaat voetballen. En dat kan zijn dat meespeelt, hè, bij keuzes van een coach. Dat kan zeker zijn. Ik denk dat je ook wat sneller bijleert als je in de Premier League speelt dan in de Super Bowl. Zo redeneert hij. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dat je beter wordt als je in een betere competitie met betere spelers speelt. Ja, dat denk ik wel. Tenzij je niet mee kan, dat is iets anders. Maar als je het potentieel hebt, zal het daar niet op je 16e, maar als je op het gepaste moment gaat, beter ontwikkeld worden. Ik wacht ook nog altijd op Charlie Musonda, junior dan. Dat is entertainment. Die generatie zijn we kwijt, dat vind ik jammer. Dat is waar. We gaan terug clubvoetbal krijgen dit weekend. Super Pro League, met publiek terug. Kijken we daar naar uit? Ik wil het wel eens zien, want zo half... Bij wat gaat het meest aanleunen, heb ik zo wat gevoel. Gaat het meest aanleunen bij een vol stadion of toch eigenlijk weer leeg aanvoelen? Nee, je mag niet recht staan en zingen. Ja, dan blijft het stil, hè. Ja. Laat ze dan maar thuis. En zet maar de band op. Het wordt een heel, heel raar gegeven, want ja, gaat maar toch 10.000 heel... op skles, hè. Ja, dat is wel iets. Maar goed, dan heb je een echt voetbalstadion. Die gaan zich toch 4.000. Die gaan zich niet inhouden, toch? Half 6. Nee, kan ik me niet voorstellen. Dus ik denk toch dat een moeilijke situatie gaat opleveren, vooral voor de veiligheid en voor die stewards en de COVID-ambtenaren die dat moeten niet gaan regelen. Zo, het is fijn voor de mensen die mogen kijken en het is goed dat de clubs dan toch wat inkomsten genereren, maar zo'n beetje publiek, ik weet het niet. Het is niet pas op, ideaal, het is van een ongekende droefheid, die lege stadions. Het is echt... Een ondraaglijke tristesse. Maar jij gaat toch blij zijn als je naar zo'n match gaat en er zijn nog mensen die naar die wedstrijd aan het wandelen zijn en de sfeer en je ziet de club Het grote voordeel van wedstrijden zonder publiek is dat er geen enkele file is onderweg. Ja, maar ja. En niet om er naartoe te gaan, niet om terug naar huis te gaan. Dus ja, als die 4.000-5.000 dan in de weg komen lopen, weet ik niet of dat dan een goed idee is. Maar ik weet niet. Maar goed, we gaan het zien. Misschien is het wel leuk. 1500 mensen op staaien die het verschil... Maar misschien wel. Ik ga naar met een Oostende. Ik ben gekozen
Als het protocol van KV Mechelen moet nog goedgekeurd worden door de Mets of zoiets. Maar en hoeveel mensen zijn er op KV? 4.500 of 200. Maar jij zit in de raad van de supportersraad. Ja. Ja, dan, dat is geregeld. Hè? Nee, ik heb me gewoon aangemeld zoals iedereen. En dat is mijn loting. En ja, ik ben erbij, dus ik ga kijken. En dan, ik ben blij dat ik nog eerste vlog? Gaan. Ja, daar zitten de mensen ook al lang op te wachten. Nee, maar ik ben wel blij dat ik terug kan gaan. En het gaat helemaal anders zijn, ik weet het. Maar het is ook wel een deel van mijn sociaal leven, om niet te zeggen een belangrijk deel van mijn sociaal leven. En ik heb het echt wel gemist. Snap ik. Twee leuke transfergeruchten rond Belgische topclubs en Nederlanders. Bas Dost bij Club Brugge. Ja, juist. Dat zou wel eens een schot in de roos kunnen zijn. Wel, ik moet zeggen, ik heb die Bas Dost bij verschillende ploegen zien spelen. En die speelde dan bij ploegen die ik moest becommentariëren in het buitenland. En die heeft geen enkele keer indruk op mij. Ja, maar, dat is het enige wat ik kan zeggen. En dus, ik kan geen analyse. En als Club Brugge Bas Dost wil binnenhalen, dan hebben zij goed gescout en zal hij een absolute meerwaarde zijn. Maar de Bas Dost, als ik die zag... Ik heb hem regelmatig aan het werk gezien in de tandem met de Bruyne. En dat ging vanzelf. Ja, dus. Dus misschien maar van daar scoorde hij heel veel, hè? Ja, die tijd. En hoeveel jaar is dat geleden? Ja. Vijf, zeker. Lang. Zes, maar het is wel iemand, daar ben ik wel van overtuigd. Allee, in de Jupiler Pro League, zo'n Bas Dost in de 16 meter. Ja. Met zijn lengte en afwerkingsvermogen. Als hij er bij ons geen 15 kan maken, ja. Maar zou wel heel raar dan zijn. Al? Is dat dan al gedaan? Ja, dat denk ik wel. Ja, het is exact hetzelfde profiel, maar beter. Dus ja. Hoe oud is hij ondertussen al? Ja, dat wel. Hij is op je betaalt extra in loon en zo voor de zekerheid. De zekerheid van de aantal goals. Mm-hmm. Peter is echt nieuw. Nee, maar goed. Maar voor ballen, ik zeg alleen ballen, maar, de keer dat ik dacht, Bas Dost. En was zo aan, ik dacht, Bas Dost. En dan kwam er eigenlijk weinig van. Wow. Ik denk in de 16 meter, in de Jupiler Pro League, zijn er niet veel die echt heel goed zijn. Die toch internationaal subtopniveau halen. En ja, dat moet je wel verwachten van een Dost. Hè, dat hij dat wel doet. Mm-hmm. En dan maak je wel direct het verschil met wat ze nu hebben. Dat is het. Brugge wil zekerheid. En dat snap ik ook wel. Na al die jaren van spitsen die zowel half goed zijn, half slecht. Ja. Als de andere roddel waar is, dan gaat het tegen Wesley Hoed komen te staan, die naar Anderlecht gaat. Ja, of ook naar Brugge, hè. Heb ik vandaag nog in de krant gelezen. Ook een er wordt nog gevolgd. Dus dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een ander verhaal. Dus dat zou de doorsteek zijn, denk ik. Die zijn kwaliteiten kennen we natuurlijk. Dus als die terugkeert, de ploeg die hem kan inlijven, heeft er een geweldige verdediger bij. Daar kunnen we kort over zijn. Die hebben we aan het werk gezien. Als die naar Club Brugge gaat, dan gezien de coronadingen, dan kunnen we al stoppen gewoon. Ze ook nog eens Wesley Hoed erbij zetten. Ja, dan is... Wel, zo werkt het gelukkig niet in het voetbal. Ja. En ik zou zeggen, dat was dan voor alle anderen en voor de concurrenten toch de verheugende vaststelling dat het toch een beetje moeilijk liep bij Club Brugge. Nu, ik denk op termijn is Club Brugge zonder concurrentie de volgende kampioen, denk ik nog altijd. Maar misschien toch iets minder makkelijk en met iets minder overwicht dan we vooraf allemaal gedacht hadden en wat de concurrentie vooraf had gevreesd. Maar als ze dan het niveau halen van de eerste helft in Genk, ja, dan zal het verschil toch redelijk groot zijn. Weer. Maar Wesley Hoed en Bas Dost daar nog bij, dan wordt het toch, is dat niet saai voor de rest? Ja, maar ja, wat moet je zeggen? Jongens, jullie zijn te goed, jullie mogen maar 10 miljoen uitgeven. Ik weet het niet, maar daar vrees ik wel een beetje voor ergens. Want inderdaad, Brugge speelde nu onder kwaliteit. Hij is nog altijd een goede ploeg. Als ze terug onder stoom komen en die surplus aan talent kopen, ja. Ja, ik wil het ook wel ik wil een spannende competitie. Hè? Ja, maar dan is het gewoon wachten tot Anderlecht weer 4 van hun talenten kan verkopen, er 4 nieuwe staan en ze dan eindelijk geld hebben om iets te doen. Dat wordt lang wachten, ja. Anders krijg je dat niet meer dichtgefietst, denk ik. Zo. En Gent heeft nu toch een trainer die het aanwezige talent zal laten renderen na die heel slechte vorige, heb ik gezien. Maar... Ik heb zelfs iemand horen zeggen, de slechtste trainer van de voorbije jaren, je moet maar durven. Ja. We hebben hem hier iedere week zitten aanprijzen voor het mooie voetbal dat Gent bracht. Ja, terecht. Ook dat ze als enigste tegen Club Brugge aandeunde. En het enige wat je als bestuurder van Torup mag zeggen of vinden, of na een analyse, is dat je vond dat, gelet op het feit van de vele tegendoelpunt en dat er iets meer nodig was om de volgende stap te zetten en om dichter bij Club Brugge te schuiven, dat mag. Oké. Okay. Maar natuurlijk, ik denk dat... Torup, de Belgische voetballiefhebber, de Gent-supporter en de Belgische voetballiefhebber, ongelooflijk veel plezier heeft bijgebracht. En als we de wedstrijden waarop hij werd afgerekend
eens even analyseren, namelijk de bekerfinale. Waarom heeft Gent de bekerfinale niet gewonnen? Ja, omdat Mechelen gewoon outstanding was. Omdat ze hun kansen niet hebben afgemaakt en gebotst zijn op een doelman in een superdag. Want dezelfde wedstrijd, als we dan toch dat verhaal van straks van de Belgen, dezelfde wedstrijd nog 10 keer spelen, wel zullen 10 keer winnen aan Gent. Op basis van de kans, maar je moet natuurlijk de kansen wel afmaken. Waarom is A-Gent, heeft A-Gent, dus ik wil maar zeggen dat dat dus met de defensieve organisatie niets te maken, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja. Waarom is A-Gent niet doorgegaan tegen AS Roma? Niet omdat ze slecht verdedigd hebben, maar omdat ze 5, 6, 7 open kansen onbenut hebben gelaten. Dus met andere woorden, om die volgende stap te zetten, dat was niet noodzakelijk allemaal te maken met de defensieve organisatie. En als die 2 wedstrijden gewonnen worden, is Jes Torp dan de beste trainer van de laatste jaren in, op de bank van A-Gent? Ook niet natuurlijk, hè? Ook niet. Maar ik wil maar zeggen, ik vind dat de man wel in zijn waardigheid moet gelaten worden. Die, absoluut, die daar 30, mag ik het 100% mee in zijn. Ja, sorry, ik kan er even tussenkomen. Die 30 miljoen die ze dan gecashed hebben voor David, ik las ergens dat het voor Gent voorbij was, de transferzomer, maar ze hebben nu toch die 30 miljoen, daar gaan ze toch iets mee doen. Maar ze hebben toch die flankspeler nog gehaald, hè, van Trentin, hè? Ah, ja. Maar ze rekenen wel echt al. Geweldige speler heb ik gelezen. Ze al iedereen die van Trentin komt. Nee, maar Stijn Vreven, de trainer, was toch zeer ontstemd dat hij hem kwijt was. Ja, maar bij Trentin is dat altijd precies. Ja. Daar is iets. Maar nee, ze gaan toch nog kopen, Gent dan? Ze hebben nu dat geld. Maar, ja, maar je kunt hem maar 11 opstellen. Dan moeten ze nog een kleedkamer bij bouwen, hè? Want ja, toch, voilà. Is al wel wat. Peter, doe jij aan voorspellingen? Elke dag van de week. Wie haalt, maar goed. Wie haalt de top 4? Wie haalt play-off 1 dit jaar? Wel, behalve Brugge en A-Gent reken ik daar toch nog bij. Gent rekent je er ook bij. Ja, eigenlijk wel. Ik denk wel Anderlecht. Op basis van het aanwezige talent. En wat ik vind dat Vincent Kompany nog heel veel moet leren. Denk ik wel dat ze met een klein beetje meeval het kunnen laten draaien dat ze daarbij zijn. Maar dan heb je nog maar 1 plaats. Nog maar 1 plaats en er zijn toch nog wel wat ploegen die dat willen. Ik denk Standaard. Dus Charleroi, geen Antwerpen. Wel, het is een moeilijke, hè? Het zijn er 4 en dat is... Ja, je vraagt zijn mening. Hè? Je vraagt een voorspelling. Ja. Dus, ja. Ik ben benieuwd waarom dat je Charleroi laat vallen. Het is toch een zekerheid. De minste ploeg. In principe... kan je met die manier van voetballen over de langere termijn geen resultaten blijven halen. Maar misschien word ik na nieuwjaar al gekapiteld daarvoor, staan ze 10 punten los, kan ook natuurlijk. Hè. Maar ik heb uit de laatste extra time begrepen dat Wesley Song niet begrijpt waarom er sommige mensen niet graag kijken naar Charleroi. Wel, ik kijk daar niet speciaal graag naar. Ik heb daar het grootste respect voor de manier waarop Bellossin daar een elftal heeft neergezet, want dat zijn niet de spelers met de grootste kwaliteiten. En waarop zij ook aan wedstrijdmanagement doen en precies heel goed doen wat ze willen doen. Dus chapeau. Maar ja, als Antwerpen bijvoorbeeld in die laatste wedstrijd voetbalt als Charleroi, dan krijgen we werkelijk niets te zien. Ja. En zelfs met 11 tegen 10, op een bepaald moment is er een tegenaanval waarbij de 6 van Charleroi aan de middenlijn in de organisatie blijven. En ze vallen met 4 aan. 0-0, ik kan zeggen, het was 1-0, ze hoeven dat niet te doen. Ja. Ja. 0-0 is altijd een punt, hè? Dat heb je heel hard bij Charleroi. Wel, maar, zo maar, spelen ze ook echt. Alle respect voor die keuze, maar ik mag dan wel de vrijheid hebben om liever te kijken naar het agent van Jes Torup. Of zelfs naar het, hoewel het helemaal niet goed draait, het Racing Genk van Hannes Wolff, die ook probeert om iets te doen. Oké, het komt er op dit moment helemaal niet uit, dus dat is iets anders. Maar wel, ik vind, ik heb het al een keer gezegd op de radio, we hebben de voorbije jaren heel mooie kampioenen gehad, die kampioen geworden zijn met aantrekkelijk, offensief, aanvallend, gedurfd voetbal. Club Brugge, Racing Genk is zo geweest. Ik zou zeggen, de enige Gent, ja, de enige... valse noot was het Anderlecht van Weiler, wat toch minder was. Maar oké, dat was nog, laten we zeggen, dat was een trapje lager. Maar dat was ook niemand aanvallender. En ons voetbal is niet noodzakelijk beter, maar wel spectaculairder geworden. Aantrekkelijker om naar te kijken, omdat we precies trainers hebben gehad, Belgen en buitenlanders, die die aanpak voorstaan. En zoals Torup, die kiezen voor frank en vrij offensief voetbal. Dus ik denk dat het een ongunstige ontwikkeling zou zijn dat een elftal dat tegenovergesteld, dat oude Belgische waarden vertegenwoordigt, dat die succesvol is. Maar als ze dat voor elkaar krijgen, zal ik hen feliciteren.
steun. Kunt u volgen in de top 4 van Peter? Ja, ik begrijp van waaruit zijn keuze komt, namelijk steun het offensieve voetbal. En hij noemt wel ploegen op waarvoor ik ook naar play-off 1 zou kijken. Alleen zet ik als tweede direct Club Brugge Charleroi. Die gaan er voor mij altijd bij zijn. Omdat ze spelen zo matuur, zo met elkaar één doel, één duidelijk doel. Er is daar niemand die buiten de lijntjes kleurt. En ze hebben wel vooraan toch nog spelers die het kunnen afmaken. Dus die kunnen van een 0-0 altijd nog een 1-0 maken of een 0-1. En zo raap je doorheen het seizoen heel wat extra punten. Die ploegen als, ja, zeker op dit moment, Racing Genk, Anderlecht, laten liggen. Hey, hoeveel punten laten die ploegen soms niet liggen in matchen dat je denkt, kom zeg, je bent toch de betere ploeg? Nee. Of bij een voorsprong. Die laat Charleroi niet liggen. En het is wat op een... Ja, ik ga er geen abonnement nemen. 1, het is heel ver rijden. en 2, inderdaad, ze spelen altijd eigenlijk met 6 verdedigers. En daarvoor betaal je geen geld als fan, vind ik. Maar, ja. Oké. Okay. Zullen we het hebben over de club van uw fantastische outfit? Ja, daar valt veel over te vertellen. Hè? Kunt je dat ook misschien eens uitleggen? Waarom hier zo in outfit zit? Ja, dat is een belofte die ik gemaakt heb. Alleen van mijn beste vrienden. Nee, ik ben Barça-fan, hè, van in mijn jeugd. Je zou het niet zeggen. Je kunt dat ook op Twitter zien. Hè. Ik was al van jongs af aan fan van Stoichkov. En nu heb ik dus dit official tracksuit gekregen van 85, mijn geboortejaar. Met de broek en de vest nog in perfecte conditie. Dat is echt uniek. Dus mijn beste maat heeft dat ergens op een tweedehandsite gevonden in Spanje. En voor mij cadeau gedaan voor mijn verjaardag. En ik had hem beloofd om dat dan natuurlijk aan te doen met de original Meiba ook van dat jaar. Dus ik ben in full kit, 85 Barcelona. Ook okay. Als steun van, ook al gaan we door een paar zwarte jaren, misschien de komende jaren, we komen altijd terug. Oké, okay, beste kijkers en luisteraars, hoe kan je dit winnen? Dit geef ik echt niet weg, hoor. Hoe groot is de imagoschade van Messi? Ja, ik vind het ik heel... Ik vind het enorm. Ja, ik vind het heel raar om te zeggen, maar het had veel beter geweest voor die club dat hij was vertrokken. En dat vind ik het maar dat vond je vorige week niet? Nee. Ja, maar ik kan veranderen van mening. Ik ben heel benieuwd naar Peter zijn mening daarover. Wel, je had het al kunnen lezen als je af en toe naar Sportsite, want ik heb ze al eens gegeven. Maar ja, je zit helemaal bij VTM natuurlijk. Dus ik stel dat in je contract. Maar niet vergeten, je bent groot geworden bij Sportsite. Dat is waar. Nee. Wat is hem nu? Nu, om te zeggen, het was veel beter geweest. Zo categoriek ben ik niet, maar... Ik denk, zeg ik dan, want de toekomst zal het uitwijzen, dat het inderdaad geen slechte zaak was geweest voor Barcelona om te beginnen aan het tijdperk post-Messi. Want ik denk dat die club ligt in ruins, zal ik zeggen. Ja. Ligt op apengapen. En je moet opnieuw bouwen. En je moet dat doen rond een paar jonge, beloftevolle spelers. Ik kan nu Frenkie de Jonger bijpakken. Nog een paar jongens uit de opleiding. Een paar goede transfers doen. En bouwen aan de toekomst. En dat kan misschien een jaartje of twee duren. En zolang Messi daar rondloopt, krijg je niet het nieuwe Barcelona. Want dan heb je nog altijd het Barcelona van Messi. Waarvan Messi de enige nog overgebleven is. En jongens als Piqué en Busquets. Als ik die Busquets weer zag voetballen met Spanje tegen Duitsland. Dat was een catastrofe in de eerste helft. Die gaf alleen maar de bal aan de Duitsers. Dus dan denk ik, ja, en pas op, ik ben een geweldige fan altijd geweest van Busquets. Dan dacht ik, ja, kijk daar maar eens naar een verdedigende middenvelder. Maar dan denk ik dat het beter was geweest om te beginnen bouwen aan het nieuwe Barcelona. En nog eens, als Messi daar nu weer is, dan draait alles toch om Messi en in functie van Messi. En denk ik dat het moeilijk is om opnieuw te beginnen. Maar ik heb er meteen bij gezegd, ja. Misschien maakt hij 150 doelpunten dit seizoen en winnen ze de treble en dan mag ik daar natuurlijk op afgerekend worden. Maar het is eigenlijk gewoon een jaar uitgesteld. Want hij is niet teruggekomen op zijn wens dat hij weg wil. Dat ook. Hij raakt gewoon niet weg, eigenlijk. Waarom zegt hij dat zo expliciet van ik ga niet weg omdat het niet meer kan, maar niet omdat ik niet meer wil? Nee, dat maakt het extra moeilijk. Hij wil nog altijd weg. Ja, dat maakt het extra lastig. En maakt het ook voor opdracht. Je kan niet de ene week zeggen, ik wil absoluut weg, ik ben er klaar mee. En dan de week nadien, en dat blijkt dat je dan niet weg kan, zeggen van ik wil nu blijven. Dus wat dat betreft, siert die eerlijkheid. Ja, dat zou Martinez anders doen. Ja, dus dan denk ik, oké. Okay. Hij heeft het gezegd waar het op staat. Hij heeft gezegd, ja, kijk, ik moet hier eigenlijk blijven. Maar dat wil niet zeggen dat hij dan...
Ik denk dat in het verleden altijd is gebleken dat spelers die tegen hun zin moeten blijven, dat dat fiasco's zijn. Dan moeten ze hem toch nog verkopen de komende maand altijd, of zo? Nee, maar ik denk dat, Messi dan toch genoeg Barcelona is om er dan toch vol voor te gaan. En als en misschien, dat heeft hij een klik met Koeman. Ik weet niet hoe dat kan. Dat kan. En loopt het toch op een of andere manier. Maar ik vind wel dat hij de voorbije tijd dingen heeft gezegd die wel steek houden natuurlijk. Ja, want hij zei al die vernederingen in de Champions League. Er is niet echt een project meer geweest. We deden maar wat allemaal. Maar daar is hij natuurlijk zelf ook. Hij is ook zelf onderdeel van de malaise. Ja, en iedereen zal zeggen, hij beslist er nog altijd wedstrijden voor. Maar ja, ook door de invloed die hij uitoet in de kleedkamer. Ook door trainers naar de uitgang te duwen en dat soort dingen. Dus hij heeft zelf ook wel, ondanks al zijn verdiensten en ook al zijn prestaties die er zijn gebleven. Want laten we niet vergeten, ik ken zijn statistieken niet van buiten. Maar voor een gewone sterveling heeft hij nog altijd onwaarschijnlijk veel doelpunten gemaakt en assists. Maar in vorige jaren volstond dat omdat er rond hem ook nog werd gepresteerd. Ja, en nu een stuk minder natuurlijk. Dus komt die verkiezingen eraan. Het kan goed zijn dat er dat wel voor zorgt dat hij wel gewoon zijn carrière bij Barcelona. Als de verkiezing er nu aankomt en Victor Font. Ja. Die gaat het sowieso halen. Dat kan nu niet meer anders. Hè. De hashtag Bartomeu out is denk ik de meest gebruikte hashtag in Catalonië. Met allerlei verwensingen er nog eens bij. Dus het zou een onwaarschijnlijke ommekeer zijn als die man ergens zich toch nog in die verkiezingsrace wurmelt. Maar het probleem met die verkiezingen is, die zijn ergens in maart of in april. Daar komen weer twee projecten tegenover elkaar te staan. Ja, je verliest verdomme hoeveel of ze tijd kunnen verlies je niet. Maar dan moet die Bartomeu zelf durven zeggen, we gaan vervroegd verkiezingen. Ja, maar ik heb toch ergens gelezen dat er dan een aantal x-aantal socio's en documenten handtekeningen, ja. Ze zijn bezig. Ze zijn bezig via allerlei wegen om toch sneller tot die verkiezingen te komen, want dat is natuurlijk cruciaal. Allee, wat ga je de komende 6 maanden doen? Alleen maar ruzie maken in de kranten tussen de twee partijen? Ja, dan is het een verloren jaar. Dat zou helemaal absurd zijn voor een club als Barcelona. Dus, maar ik vrees dat het zo zal zijn. En dan wordt Victor Font het, die pakt Xavi en Puyol. Dan ligt Koeman weer buiten. En wat doet Messi dan? Dus ja. En ik hoor nu ook Thiago of Wijnaldum, daar is ook. Ja, als je zo reageert, dan denk ik dat er nog iets maar komt. Maar ik heb hier al eens gezegd, hè, van het eerste wat Koeman niet mag doen, is Nederlanders gaan kopen. Ja, Wijnaldum en Depay, hoort je wel te veel geruchten over, dus ik verwacht dat dat wel in orde komt gewoon. Maar Wijnaldum is geen Barcelona-speler. Dat wordt nu al, door alle socios worden er nu al anti-Wijnaldum, en dat is erg, want dat is gewoon een oké voetballer, anti-Wijnaldum berichten geschreven, dus dat gaat niet matchen. Doe dat niet. Ja, maar we hadden het gesprek over dat de Champions League-finale nu het voetbal, 7.0 is. Moet je niet naar zo'n middenvelder wel? Niet, moet je er niet toe? Is zelfs niet de man bij Klopp. Hè? Maar volgens mij was Thiago toch een van die spelers die dat nieuwe voetbal heeft. Dat klopt, maar wel met allemaal lopers rond hem. Ik zou Bayern München toch niet degraderen tot lopers, eerlijk gezegd. Ik denk dat er wel wat meer is dan dat. Ook lopers. Allee, je snapt mijn maar punt het toch? Moderne voetbal is fysiek en kwaliteit. Hè? Thiago is wel echt. Alleen fysiek, nee, en alleen kwaliteit ook niet. Dus ja, van. Maar zou je die keuze tussen die twee, Thiago of Wijnaldum, bij Barcelona? Ik zou Thiago pakken, voilà. Maar ik vind Thiago al jaren een onwaarschijnlijk goede voetballer, die bij Bayern München nooit echt gewaardeerd is, vreemd genoeg. Ze vonden dat te weinig Duitser. Te veel, ja. Hij is natuurlijk veel geblesseerd geweest, maar ja, dat vonden ze, dus dat strookte niet met hun visie op een centrale middenveld. Nou, groot en sterk en met een enorm loopvermogen. Maar pas op, Thiago heeft ook een groot loopvermogen. Maar, en heeft ook veel gespeeld. Maar zijn vista en zijn snelheid van uitvoering en ook zijn hardnekkigheid in de duels, ja, ik vind die wel. Dan zou ik zeker Thiago kiezen, uiteraard. En dat zijn ook de spelers waarvoor ik vind dat ze nu volop moeten gaan. Maar het kan nu financieel ook niet zoveel niet meer. Dus om de echte toppers. Maar die kan dus voor een habbekrats weg. Hè? Ja, want, Thiago nu. Want Bayern wilde Havertz. Oké, dat zal er niet van komen uiteraard. Maar wilde Havertz. En de eerste die bovenaan de lijst stond op zoek naar wie moet er hier dan weg, was Thiago. Voor, denk 30 of 40 is die te krijgen. Dan moet je toch nog eens gaan dubbelchecken, want als Bayern München zegt dat een speler al weg moet, dan zijn er vaak wel redenen dat zij al bezig zijn met de volgende stap. Dus je mag als club moet je ervoor oppassen dat je niet de uitdijnende generatie koopt van andere clubs, snap je? Maar Suarez
wordt nu genoemd bij Juventus. Ja. Die moest dan ook weg bij Barcelona. Ja, Juventus is zo'n club dat die mannen die wel binnenhaalt. Ja, die zitten daar niet mee in. Nee, en die presteert daar altijd. Ja. Dus dat is echt, als je op zoek bent voor een goede voetballer naar een waardig ouder worden plaats, wel, dat, daar kan dat. Leeftijd is daar geen bezwaar. En er zijn, ik kan niet meteen, maar misschien hebben we een voorbeeld opnoemen van een speler een beetje op leeftijd, die nog naar Juventus is gegaan en daar dan niet heeft gepresteerd. Dus er is op een of andere manier een soort omgeving daar in Turijn waarin die dan toch gedijen. Dan heb ik het natuurlijk niet over hun verdedigers die al 50 jaar zijn nog altijd hebben gepresteerd, zoals Chiellini, Bonucci, maar Barzagli bijvoorbeeld, Buffon uiteraard, maar ook daarvoor. Ja, op een of andere manier lukt dat daar wel. Het Italiaans voetbal is ook wel meer gebouwd rond spelers op leeftijd. Ja. Die jonge spelers krijgen daar minder kansen. Dat is omdat het wel iets nog tactischer is waarschijnlijk. Ja. Maar waar ik dan heel hard naar uitkijk is van, is dat nu echt waar? Van dat zo Messi en Suarez zo'n goede vrienden zijn, dat een probleem vormt dat zo'n Suarez, dat je daar tegen zegt op 4,35, ja kijk, het is misschien toch wel eens tijd om naar een andere club te gaan. Dat is toch niet zo erg. Ja, maar ze reden samen naar de training. Hè? En Messi checkt zijn e-mails terwijl er naar de training gevoerd wordt door Suarez. De e-mails van Messi. Messi checkt zijn eigen e-mails en kan hij gevoerd door Suarez. En de vrouwen komen ook goed overeens. Altijd heel vervelend. Ja, maar ik vind dat dan toch wel wat vergaans. Dat je zo ook echt klikt. Ja, alleen is Suarez niet meer de spits van drie, vier jaar geleden. Dat is de realiteit. Voilà, en dan mag je toch zeggen als club, kom, Luis, hey, het was plezant. Ja, maar dat is wat ik bedoel met ook de invloed die Messi heeft uitgeoefend. Ja. Ah, ja. En ik denk, als Messi er niet meer is, Griezmann kan zich ook ontplooien natuurlijk. We gaan dat toch geen slechte voetballer noemen. Ja, dat was wel de absolute vernedering, dat zo'n Coutinho dan ook nog eens invalt en wat goals maakt tegen Barcelona, waar dat je eigenlijk 3-4 jaar transferbudget aan verspeeld hebt. Dat doet echt pijn. Coutinho, Griezmann, noem maar op, daar lopen er veel rond Dembélé, die bij andere clubs wel echt gebracht hebben. Hè? Ja, en voor heel veel geld. Is niet, Barcelona heeft waanzinnig veel geld uitgegeven. Dus financiële moeten ze niet klagen over Man City en PSG, want dat wordt ook te gemakkelijk gezegd. Barcelona is helemaal mee in die rat race. Ik heb nog twee vragen, Peter. Ja, want ik moet naar de volgende. Laten gaan. Nee, dat kan niet. Jij zegt vaak, ik laat mij vertellen. Ja. Wie vertelt u dan dingen? Dus jij informeert naar mijn bronnen of wat? Als ik zeg, ik laat mij vertellen, dan is dat wat mensen mij vertellen. Dat kan. Dat zijn dan mensen uit het voetbal, of van een club of van een organisatie. Ja. Ik weet niet hoe ik dat anders moet formuleren, anders wil ik dat Nee, maar ik vind dat is een zin die... Ik vind dat past bij Peter van den Berg. Ja, dat wordt ik laat mij vertellen. Ook als je hem nu net zei, dan... Wat viel het zo in de plaats? Maar dat van Messi was een grapje, voor alle duidelijkheid. Nee, nee. Dus ik weet niet of we zijn mails checken, maar ze rijden wel samen naar de training, dat weet ik wel. Ik hoor zeggen, of ja, Mathieu, wat is het? Ik laat mij vertellen, dus men vertelt mij dat, ja. Okay. Tot een vraag die we binnenkrijgen op Twitter. Nee, ik vond het echt een goeie. Dus dat is wat wel zo is toch wel, Peter, bij u is, ik laat mij vertellen, niet de neef van de kuisvrouw van. Dat is het wel. Nee. Dat kunnen mensen wel weten. Ja, dat is waar. Ja. Het zijn wel, volgens mij, de A-figuren uit het voetbal. Waar dat jij je informatie haalt. En die maakt wel een verschil. Daarom luisteren mensen ook naar Peter en lezen die analyses, omdat we daar wel van kunnen uitgaan. En het vervelende is vaak, als je met die mensen in contact staat, kan je het vaak niet zeggen. Maar zeg je dan ook niet bang dat er expres verkeerde informatie... Dat zal mij zeker al overkomen zijn, maar... Verkeerde informatie. Ik heb nog nooit iemand geweten die mij verkeerde informatie heeft gegeven. Well, jij wordt gebruikt. Zoals alle journalisten, kan het wel zijn dat iemand mij iets vertelt waarvan hij graag heeft dat het uitkomt. Maar ik zou zeggen, geen probleem, als het juist is. Niet dat je gebruikt wordt om een bepaalde boodschap door te sturen. Ik zou zeggen, ja, dat is ook gebruikt. Hè? In zekere zin. Tuurlijk. Maar dat is dan, ik denk, zo werkt het natuurlijk ook. Hè? En als dat dan informatie is die negatief is of schadelijk voor iemand anders, ja, dan zal ik dat wel eerst eens aan de andere kant gaan checken. Want ik vertel natuurlijk niet zomaar altijd alles. Maar mijn stelling is altijd, hè, mensen denken dan dat ik goed geïnformeerd ben. En ik zeg altijd, als ik 10%, 10 hè, weet van wat er gebeurt in het voetbal, zal het al veel zijn.
Maar Peter dat denk is ik, wel... Dat denk mijn... ik, nee, dat denk ik echt, maar dat is nu niet... Dus 10% van wat er allemaal gebeurt bij clubs. Dat is niet veel. En, Peter is wel mijn hoop in de journalistiek om proper handen mee op te volgen. We zijn ermee bezig. Voilà, want mensen denken dat het stil ligt wat niet helemaal juist is. Dus geduld. Een andere vraag is, Joost was hier 2 weken geleden, 3 weken geleden en die zei, ik vind het fantastisch dat niemand mij ooit gepusht heeft om op sociale media te gaan en reclame te maken. En jij zit sinds een jaar Sinds nieuwjaar van vorig jaar, ja. Ja. En dus mij hebben ze wel gepusht. Ja? Ja. Okay. En wie dan? Mijn kinderen. Ah, okay. dan maar ik vind het wel, om eerlijk te zijn, ik vind het fantastisch. Maar ik durf je de koning van Instagram. Maar dus ik ben... ik gebruik helemaal geen sociale media, dus ik volg het ook niet. Ik volg geen Twitter of Facebook of dus, en Instagram ook niet. Maar ja, dat was een soort running gag geworden thuis. Om op Instagram te gaan. En dus bij wijze van, ik weet het, we waren op reis. En ze waren daar weer eens over bij. Ik zei dan, ja, is goed, mijn nieuwjaar. En hoewel ik dat al lang vergeten was, zij niet. Dus werd ik vriendelijk verzocht om mijn... Maar ik kort vind... na nieuwjaar was het denk ik zeker, hè, of net ervoor. Ik had u mijn helemaal account anders ingeschat. Ik dacht dat ik veel serieuzer... Ja, dat is entertainment, toch? Ja, de Instagram van dat is geslaagde voetbal. Dus ik heb mij voorgenomen, ik verkondig geen meningen over voetbal of over iets anders. Konijnenvoetbal. Over iets anders verkondig ik mijn mening niet publiek. En over voetbal heb ik genoeg fora. Ik kan het op sportza.be, op radio, televisie. Mm-hmm. Dus ik hoef niet nog eens een medium om dan iets te zeggen. Dus dat doe ik niet. Dus het is alleen maar gezever. En behind the scenes. En behind the scenes. Mensen, ja, dat is en sociale media. En, ja, en mensen vinden dat prettig en verbazen zich hoogelijk over wat ik dan allemaal uitspook. Maar mensen die mij privé kennen, die vinden dat minder opmerkelijk. Want ja, die kennen mij zo. Dus wat dat betreft is het, ja, ik zou zeggen, voor mijn bescheiden aantal volgers is het prettig. En pas op, ik doe nog de moeite. Want, ja, als ik krijgt ze daar niet veel positieve... Jawel. Dus ik vind dat op zich een zeer positief stimulerend medium. Okay. En ik like ook iedereen die ik volg, ik like alles. Hè. Alles, ja. Dus ik geef, ja, maar ik geef honderden likes per dag, bij wijze van spreken, als ik tijd heb. Soms heb ik geen tijd. En dan ik stuur berichtjes. Dus ik maak al dan niet geslaagde grappen als iemand zo, bij die stories en zo. Dus, en dat doen mensen ook bij mij. En dan krijg ik natuurlijk heel veel reacties. En ik doe dus de moeite om die ook nog te beantwoorden. Oeh. Wat niet zo simpel is. Nee, want dus eerst moet ik die uit mijn verzoeken halen. Ja, ja. En dan daar een antwoordje op formuleren. Dus dat ben ik dan... Vandaar op, dat ik ook maar eens om de zoveel maanden een story post eigenlijk. Pas op, want nu gaan misschien nog meer mensen sturen. Maar ja, ze te veel waarschijnlijk natuurlijk niet meer. Maar ik had eigenlijk nog één groot project. Om nog eens zo'n een filmpje te maken. Maar ja, het is te ambitieus. En, ik help u graag. Het is te ambitieus bestaat niet, hè? Het is te moeilijk. Mijn kinderen zijn natuurlijk wel het slachtoffer van hun eigen wens. Hè. Ja, ja, dus. Ja, ze moeten natuurlijk wel opdraaien voor meeproductie. Want ja, dus ik kan zo die tekeningetjes, die memes of weet dat erop zit, dat kan ik nu ondertussen zelf. Productie van mijn band. Maar dus klankjes monteren met mijn zoon doen en foto's nemen met mijn dochter. Dus, ze zijn wel het meest slachtoffer van hun eigen wens. Dat is... Het is jammer dat je nu zegt dat je zoveel liked, want ineens volgde Peter mij en liked aan de je foto trots, van mij en mijn vriendin. Ja. Oh, wat is dit? Ja. Ik dacht zelfs... Nee, je moet daar niks achter zoeken. Dus die soms heb ik die niet komen. Ja. Soms heb ik die foto niet eens gezien. Dan denk ik, doek. Nee, dat is niet waar. Nee. Jij stuurde dat ook door. Oei, ik zei, Peter, die wil duidelijk in mid-mid. We gaan hem meteen vragen. Behalve dus wat ik niet like, hè, want ja, je moet toch altijd een beetje op. Dus alle... berichten van de clubs, die like ik niet. Oké. Okay. Van de moment like de foto van dus ik volg de grote clubs. Dat snap ik. Ik weet ook niet waarom, want ik dacht, daar haal ik informatie uit, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Nee. Maar dus heb ik mij vooraf voorgenomen, want ja, dan zijn er toch mensen, ik kreeg zo al 6 keren bericht, ja, gevolgd die clubs en gevolgd Genk niet. God. Ik zei, ja, ik volg Genk wel.
Nou, die nog eens, ah, waarom volg je Genk niet? Ja, ik volg Genk wel, dus ik weet niet waarom die mensen dat ik Genk niet volg. Dus ja, ik krijg toch de hele tijd berichten van Genk. Misschien zit ik op een verkeerde. Maar dat dus kan, dat doe ik dan niet om niet ja, te zien van, ah ja, je hebt daar die foto van Van Aken wel geliked en die van die en niet. En, dus, de voetbalfan is triest. Dus die like ik dan niet. En VRT Nieuws, die hebben er al genoeg, dat doe ik dan ook. Met maar zo. Hoeveel pas op, dat is wel, soms wel iets raars, en dan zo'n foto verschijnt. Ik zal nu zeggen van... een aanslag. Van een of andere naakte ja, van een aanslag. Oké, nee, het is totaal anders. Kan je niet liken, hè? Ja, moet je dat dan liken? Nee, dat kan je niet liken. Ah, nee, kun je dat liken? Ik doe dat niet. Dat is raar. Maar veel mensen doen dat wel om te tonen van Facebook ik leef zo mee. Ja, leef mee, ja. Dat moet dan meer gespecificeerd worden. Maar het is eigenlijk een hartje, dus je kunt een hartje geven als zijnde. Ik vind dat ook moeilijk. Ik doe dat niet. Maar ik had nog twee korte vraagjes ook voor Peter. Maar ik wil nog één. Dus mensen die mij goed kennen, die dachten van, ja, na een maand of drie is hij dat beu. Maar ik moet zeggen, ja, door corona was het wel een aangename afwisseling. Dus daar heb ik heel veel tijd gehad. En ik dacht, ja, en, maar nu het seizoen begint, ja, is dat natuurlijk ook begonnen is dat wat minder. Dus het zou kunnen dat het uitdooft. Misschien zo na een jaar zo. En dan mee stop. Maar dus ik vind dat wel, ik vind het plezant. Top. Het is plezant en dus zo. En ik krijg er een beetje reacties op. En ik stuur zelf dingen. Dus. Evert, ik heb nog twee vragen. Ik zou haast want hij moet echt wat vertrekken. Ja, ik heb hem beloofd tot hem... Heel korte vragen. Die uitzending van Extra Time met Company, was dat bewust dat je zei van, we hebben een gast, laat die maar aan het woord, want die zei heel weinig. Ik zal daar ja op antwoorden. Oké. Okay. Zonder meer. Nee, maar het was wel zo. Dus dat was niet mijn perceptie alleen, toch? Nee, dat kan niet. Ja, voilà, oké. Okay. En dan, het jonge, dat zeg jij vaak. Ja. In de commentaar? Ja. Jonge. En dat is leuk. Dat rolt zo. Kun je het gewoon niet zeggen? Is dat de vraag? Maar is dat bewust? niets van wat ik... Niets van, ik zal zeggen, uitroepen of is bewust. Ik ken collega's die bepaalde zinnen opschrijven voor ze aan een wedstrijd beginnen. Maar ik zou zeggen, die drie keer op 25 jaar dat ik dacht, ah ja, verdomme, dat is nu wel lang geleden. Hè, toen ik dacht, oh, dat is nu wel een heel belangrijke wedstrijd. Stel dat, wat ga ik dan zeggen? Altijd de mist in. Altijd de mist, echt waar. Dat is bij mij zo. Misschien is dat voor die collega's hebben die daar zo'n historische zin opgeschreven. Ze denken, ja, ik moet hier straks wel commentaar geven en dat gaat terugkomen in het jaaroverzicht of ik weet niet wat. Dus dat moet wel goed zijn. Dus ik schrijf dat nu op. Dus misschien werkt dat voor die mensen, dat weet ik niet. Hè? Maar voor mij zeker niet. Dus als ik dat zou doen, dan gegarandeerd de mist in. Gegarandeerd. Dus nee, dat doe ik. Maar ja, dus ik ben me daar niet van bewust. Alleen... ben ik mij daarvan bewust geworden, omdat anderen mij daarop wezen. Maar... Je hebt ook nog wat prijzen mee, of cadeautjes Ja, dat is mee, heel vriendelijk. Ja? Het is mijn verjaardag, dus we gaan een giveaway. Proficiat overigens. En hoe oud word je? 35. Dus het is wel echt de laatste... Ik ben ook 35 geweest. De laatste dag in mijn leven, denk ik, dat ik wel zo naar het werk kan komen. Hè? Het is wel eigenlijk wel heel lelijk. Hè? Ik begrijp de emotionele waarde, maar het is eigenlijk geen fluit. Hè? Het is echt wel heel lelijk, ja. Ik maak hem hier al in de intro. Nee, maar het is echt, helemaal op het einde. Nee, we mogen dat nu toch zeggen, met al die jaren... het is de nostalgie. Ja, maar nee, het is retro, dus... Maar ja, lelijk. Het is voor zo'n... Het is echt wel lelijk, inderdaad. Camping Kitsch Club of zo? Ja, daar kan je dat aan. Dus het is eigenlijk voor in een oude aflevering van FC De Kampioenen. Ja, voilà, aan een toog. Nee, ik had nog een cadeau bij voor de kijkers. Een officieel truitje van het WK... ja, voor het laatste WK van Colombia, nummer 10, James, en het is gehandtekend. Wauw. Dus en we geven dat weg? Ja, we geven dat weg, voor mijn verjaardag. Dat lag nog in mijn kast en ik heb heel veel truitjes en af en toe wissel ik daar eens in. En deze, ja, daar doe ik eigenlijk niet zoveel meer mee, dus deze mogen ze winnen. En hoe gaan we dat weggeven? James, dat weet ik nog niet. We kunnen nog iets verzinnen straks. Ze moeten een hele week je gelukkige verjaardag wensen en de leukste verjaardagswens. Ah ja, dus de leukste verjaardagswens die je krijgt dit jaar. En met podcast taggen op Instagram, voilà. Stories op openbaar. Voilà. Of misschien een lofcampagne over... VTM, Vandaag is Rood. Ja. Het zou ook die moeten gestraft worden, mensen die dan hun mening gaan aanpassen. Het zou ook Stef Wouters een hart onder de riem geven. Zeg, die mens die krijgt daar op Twitter van alles over zich. Maar, dat is gewoon een goede presentator. De beste remedie is niet op Twitter zitten. Daar heb je daar helemaal geen last van.
Ja, maar niet op Twitter, wij, niet op, op fora, niet op sociale media. Als wij niet op Twitter zitten, dan hebben wij geen luisteraars, denk ik. Want wij hebben geen distributie. Dat is het. Wij moeten via Twitter reclame maken voor Meet Meet. Wij zijn niet zo goed dat wij bij Sporza zitten. Nee, ik was niet bezig over VTM. Ja, ja. Eigenlijk moet je dat niet opzetten, ik weet het. Ik had nog... Ja. Ik ben ook hoofdredacteur van het fanmagazine van KV Mechelen, maar dat is van het supportersorgaan, dus dat heeft niks met de club te maken. En wij brengen dat 3 keer per jaar uit om geld in te zamelen, om aandelen te kunnen kopen in de club en om zo een stem van de supporters in de raad van bestuur te krijgen. En ik ben hoofdredacteur van dat magazine, samen met allemaal journalisten van Humo, De Morgen, Het Laatste Nieuws. 122 pagina's, knappe fotografie, superartikels, exclusief interview met Issa Caboret, Peire, Bijker. Echt super tof. Het is maar €10. www.geelenrood.be. En al het geld wordt gebruikt om aandelen van KV Mechelen te kopen. Ik koop alleen. Voor supporters, dank u. En ik ga ook eentje weggeven. Oké, dat zullen we nog laten weten hoe. Dat waren mijn giveaways. Oké, top. De giveaways die we vorige week hadden was het Italiaanse shirt. Dat zullen we in de comments zetten wie dat gewoon heeft, want ik ben eigenlijk volledig vergeten te checken. In alle eerlijkheid. Morgen is Kick & Rush terug met de preview op de Premier League. Vrijdag hebben we X&O's en gisteren, of eergisteren ondertussen, hadden we Vals Plat, onze wielerpodcast. Dus een hele week vol met Friends of Sports podcast. En op Radio 1 is er elke dag het programma rond de Tour. Ja. Waar je nu naartoe moet. Wel ja, volgens mij ben ik al te laat. Voilà, vandaag gaat we gaan de start van de rit moeten uitstoten. Goed, aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week.